Kijkers, dit is de tweede aflevering. Welkom terug. En we zijn nog gelijk terug bij Lize. Zij heeft nu een welkomstcomité. Ik heb nog niet verder gespeeld. Maar dit hier lijkt mij wel een lieve man, denk ik. Kijk eens. Je ziet, ik vind hem. En hij is best knap ook nog. Ik zou, ja, ik vind hem best knap. Ja, dat is heel fijn. Maar, hallo jij. Ik heb even geen oog meer voor die andere twee. Ik ga even deze leren kennen. Ja, die neger, die moet ik natuurlijk niet hebben. Maar, allee, hij is getrouwd, daarom wil ik hem niet hebben. Niets tegen mensen van een andere cultuur of zo, hè. Oké. Ik zou hem ten eerste al vragen of hij vrijgezel is. En als het niet zo is, ja, dan gaan we wel iemand anders zoeken. Ja, we moeten maar weer eens gaan en ze loopt gelijk mijn huis binnen. Huppakee. Ja, dat kan zomaar dus. Oké. Is hij nou vrijgezel of niet? Want ik wil hem nu echt wel gaan... Ja, hij is vrijgezel. Roos aanbieden dan. Gaan we echt wel doen ook. We gaan gewoon gelijk een stap zetten. En we gaan gelijk voor de volle 100%. Ja, en hij neemt hem ook direct aan. En hij staat er echt zo bij van... Hey, Bako, hoe staat hier zo lekker... Dek, dek. Dat is echt zo'n domme... Ja, we hebben hem. We hebben hem aan de raak geslagen. Ja. Ja, we gaan ook gelijk tegen hem over kunst praten en zo. Ja. Oh, wat is dit? Wat is dit? Nee, wat was dit? Ja, charisma. Stop! Je bent onze relatie aan het verknallen, man. Ga even lekker weg. Ga even lekker weg. Nee! Ga weg. Nou, nee, dit vind ik echt niet meer leuk, hoor. Nee. Ja, we gaan gelijk eerst de kus doen als die Bako Yang weg is. Ga weg. Oké. Okay. Yang gaat weg. Want ze heeft hem weggestuurd. Dit wordt maar weer een korte aflevering, denk ik. Gaat niet lang duren. We gaan gewoon deze relatie starten. Ja, ik wou dit gewoon nog even doen, deze aflevering. Ik wou nog vlug. Omdat ik dan wel even wil verder spelen, maar ik ga natuurlijk niets speciaals doen. Maar dan heb ik toch al een man. En dan weten jullie dat toch al. En laat even achter in de comments of ik moet verder gaan met hem. Of dat ik iemand anders moet zoeken. Want het kan ook natuurlijk dat jullie willen dat ik iemand anders zoek. Dat die niet bij haar past of zo, volgens jullie. Maar ik weet het niet, oké. Okay. Oh, kijk eens aan. Dit gaat vurig. Dit gaat vurig. Ja, dit gaat echt vurig. Ja. En we gaan lekker door. Ja. Huppakee. En daarna... Ik heb niet heel vriendelijk. Als we nou... Oh, joh. Kijk eens aan, zeg. We kunnen ook de sleutel van ons appartement geven. Ja! Kijk, we gaan dat gelijk doen. We geven hem de sleutel van het appartement. Kan hij gelijk binnen en buiten wanneer hij wil. Dus hiermee ga ik dan de aflevering beëindigen. Oh nee, we gaan nog vast de verkering vragen. Vlug, vlug. En daarna ga ik ook nog vlug een baantje zoeken voor haar. Maar ze moet wel even vlug doordoen dan. Even, ja, ze zijn nu vast samen. Sorry. Ik kan ook nog de relatie breken als jullie het niet oké vinden of zo. Ja. En wat zal ik er laten worden, hè? Oké, nee, we zullen nog geen baan vinden. Oké, dit is goed. Ik luister naar jullie comments. Jullie reageren wat je wil dat zij gaat worden voor job. Ik heb dus ook, kijk... Ik heb aan het werk, dus ik kan dokter, regisseur of wetenschapper worden. Ik heb ook een mod van school.
En dan kan je ook education, maar daar vind je die maar 7 euro per uur. Dus dat. Heb je ook politicus, recensent en sociale media. Dan kan je zo Instagram en zo doen. Dus jullie zorgen daarvoor. Jullie kiezen. Oh, wat heb ik gedaan? Nee. Laten we lekker ontslag nemen, want dit wil. Nee. Holy. Dit wilde ik echt niet. Nee. Jullie moeten in de comments achterlaten wat voor job ik haar moet geven. En dan beëindig ik de aflevering met dat ze ontslag gaat nemen. En. Ja, praat lekker. Ik wil van haar eigenlijk ook een goede zangeres maken. Dan ga ik haar zang oefenen en zo. En dus de peuters komen er ook aan. En dat komt goed. Zo, ja. Dan kom even lekker binnen. Dan gaan wij lekker zoenen. En nee, ga nou niet weg. We kunnen wel oh ja doen, volgens mij. Oh ja. Ja, gewoon oh ja. Dus ik laat jullie. Doei.